De gekraagde roodstaarten krijgen levend voer. Leden van de vereniging Vogelvriend Veendam en omgeving werken zich het zweet voor de ogen. Vanavond begint in wijkcentrum Dukdalf de jaarlijkse vogelshow. En dus is iedereen bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Maar er is één probleem. Er zijn dit jaar veel minder kleurkanaries dan in andere jaren. Dat er minder kleurkanaries zijn, dat is natuurlijk altijd jammer. Want die kunnen ook ja, mooi zijn. Maar de verscheidenheid in kleur is wel weer vrij groot. Zo is daar de parkiet, de goudvink en ook de rijstvogel. Maar de kleurkanarie hoort er nu eenmaal bij, zo zeggen de kenners. Ook omdat de club nu aardig wat inkomsten misloopt. Lekker. Een financieel drama hoor ik hier. Nou, het is geen drama hoor. Zo is het nog niet. Maar het wordt wat moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is zonder meer een feit. Zonder steun halen we het niet. Dit moet volgend jaar niet weer. Dit moet volgend jaar eigenlijk niet weer, nee. Blijft nog de vraag waarom de vogels dit jaar massaal later zijn gaan broeden. De kenners zien een verband met de afgelopen winter. Op de een of andere manier was het toen eerder donker dan anders. En als de vogels slapen en weer wakker worden, komen ze misschien in de war. Denken ze dat het alweer een dag verder is. Iets in hun hoofd gaat dus veranderen. Die een seintje geeft, jongens, het wordt aan het weer, je moet ruien. En dan vallen de veertjes uit en dan is het gebeurd met het broeden. En dan komen er geen kleintjes? En dan komen er geen eitjes en geen kleintjes. Eitjes worden niet bevrucht. Ja, en, Minder aanbod of niet, de vogelvrienden uit Veendam gaan voor een mooie show. Hoe dan ook, ze zullen zich niet vervelen.